Welkom bij de Voetbalshop Academy. Ik ben Roy en vandaag gaan we het hebben over hoe jij perfect in balbezit kan blijven. En als je de tips en tricks van vandaag volgt, dan hoef je niet meer bang te zijn om de bal te verliezen. Want dan zal je net zo goed worden als Frenkie de Jong en Kevin de Bruyne. Afschermen. Als jij in balbezit wil blijven, dan ontkom je er niet aan dat je de bal moet gaan afschermen in sommige situaties. Nou, wat is dat? Dat is ervoor zorgen dat je je lichaam tussen de bal en de tegenstander houdt, zodat je balbezit blijft houden. Nou, het makkelijkste om dat te doen is door je arm te gaan gebruiken en te gaan leunen tegen de tegenstander aan. En met je verste been de bal controleren en eventueel meerollen naar de positie waar je naartoe wilt gaan. En op deze manier zorg je ervoor dat je niet de bal verliest. Als je op het middenveld loopt, net als Frenkie en Kevin, dan ontkom je er niet aan dat je wel eens een tegenstander gaat tegenkomen, hè, op het middenveld. Het kan best wel eens druk zijn daar zo. Nou, op het moment dat die man in je rug zit, dan moet je soms wegdraaien naar de positie waar het vrij is, waar geen tegenstanders lopen. En hoe doe je dat nou? De man zit in je rug en dan wil ik dat je met het been wat het vers van de tegenstander af is, wegdraait met de buitenkant van je voet, een hele korte explosieve draai maakt. Net als Frenkie eigenlijk altijd doet. In sommige situaties rolt de bal wel eens naar de zijlijn van het veld toe. En zit er een man in je rug en kan je nergens heen dan eigenlijk de bal bijna over de zijlijn te lopen. Nou, dat wil je absoluut niet, want dan is de bal voor de tegenstander. Dus je moet ervoor zorgen dat de man niet in je rug zit, maar dat je weer face-to-face met hem komt. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je door een schuinbeweging te maken alsof je naar links of naar rechts beweegt. En vervolgens stap je over de bal heen en kijk je de tegenstander weer recht in de ogen aan en weet hij wat er gaat gebeuren. Soms kom je in de situatie waarin de bal tussen jou en de tegenstander gaat inkomen. En dat kan komen door een verkeerde aanname of een verkeerde paas. Het maakt niet uit, die situatie is ontstaan. En je moet zorgen dat je in balbezit blijft. Hoe doe je dat? Het makkelijkste is dat om weg te draaien bij de tegenstander. En gelijk weer in een vrije positie te komen. En de beste beweging daarvoor is de Zidane. Als je die doet, zorg dat je hem zo timt dat op het moment dat de tegenstander bij je is, dat jij met de rug naar hem toe staat en wegdraait naar links of rechts. Nou, hoe doe je dit? Dit doe je door met je goede been op de bal te gaan staan en tegelijkertijd eigenlijk over de bal heen te draaien. En met je andere been neem je de bal mee naar links of naar rechts. Dit was alweer de Voetbalshop Academy. Ik heb één grote tip voor je en dat is zorg dat je dit heel veel gaat oefenen zodat jij een baas wordt aan de bal. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet niet te liken, de volgende aflevering te kijken en natuurlijk te abonneren. Hartstikke bedankt en tot de volgende.